Kate Hoepel is winnaar geworden van de Miss Annapurna-verkiezing. Het inheemse dorp Powakka heeft in het kader van de viering van Dag der Inheemsen samen met de naburige dorpen Kassipora, Klein Powakka en Kabendadorp een misverkiezing georganiseerd. Het doel van de verkiezing was om het bewustzijn van de inheemsen te bevorderen. De deelnemsters aan deze verkiezing zijn tussen 12 en 18 jaar. De winnares werd gekroond tot Miss Annapurna, wat betekent de gouden bloem. De verkiezing bestond uit verschillende onderdelen. Tot Miss Annapurna werd gekroond Kate Hoepel. De tweede plaats ging naar Safira Simeon en Ronesia Kruikshank werd derde. De winnares heeft een laptop gewonnen. Nummer 1, dames en heren, applaus voor Kate Hoepel! Miss Annapurna, Kate Hoepel! Nummer 2. Safira Simeon. Nummer 5. Karapudi Chantal. Nummer 4. Siglin Jubitana. Nummer 3. Ronesia Kruisang. Ook Miss Wawa. Nummer 2. Safira Simeon. En nummer 1, dames en heren, jongens en meisjes. Kate Hoepel. Als laatste zag u Kate Hoepel, die de Miss Annapurna-verkiezing heeft gewonnen. De verkiezing is afgelopen vrijdag gehouden in Kabendadorp.